Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in 618 van onze reeks Door de Bijbel. De vorige keer waren psalmen 39, 40 en 41 aan de beurt. Psalm 39 is door David geschreven en valt in de categorie individuele klaagzangen. Het is goed mogelijk dat het lijden dat David hierin beschrijft te maken heeft met ziekte, omdat ook de voorgaande psalmen datzelfde thema hebben. De moeite die David doormaakt, maakt hem er sterk van bewust hoe relatief het leven is. Hij maakt vergelijking met een ademtocht en een schaduw. Het lijden trekt de aandacht weg van het tijdelijke en bepaalt hem bij de Heeren en de eeuwigheid. David beseft dat hij alleen van de allerhoogste uitkomst kan verwachten. Juist in het lijden stelt hij zijn vertrouwen op de Here. In Psalm 40 komt het thema Door de dood tot het leven sterk naar voren, net als bijvoorbeeld in Psalmen 22 en 69. In deze psalmen wordt profetisch al duidelijk naar de Messias verwezen. Hij werd door mensen veracht, maar door de Heere verhoogd. Kenmerkend is zijn bereidheid om alles te doen wat God van hem vraagt. In Hebreeën worden gedeelte uit Psalm 40 aangehaald. De offers die in Israël gebracht werden, waren niet voldoende voor God. Wat die offers echter niet konden bewerken, werd door het offer van de Heer Jezus wel tot stand gebracht. De verlossing van mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gehoorzaamheid van de Messias leidt tot een uitbundige lofprijs van een grote gemeente. In de samenkomsten mag steeds weer verteld worden over de goedheid, liefde en trouw van God. We sloten de vorige uitzending af met Psalm 41. Dit is ook de slotpsalm van het eerste psalmboek. Het onderwerp is opnieuw de ziekte waar David mee te maken heeft. Zijn lijden wordt nog verergerd door de houding van de mensen om hem heen. Zelfs goede vrienden keren zich tegen hem. Opnieuw zien we David als voorloper van de Heer Jezus, die uiteindelijk door zijn eigen discipel overgeleverd werd aan de vijand. Deze psalm, en daarmee het eerste boek, eindigt met een lofprijzing voor de Heer. De psalmen zijn altijd populair geweest. Waarschijnlijk vooral door hun herkenbare persoonlijke en emotionele lading. Voor elke stemming is er wel een psalm. Calvin sprak over het psalmboek als Gods apotheek. En op een andere plaats heeft hij het over de anatomie van alle delen van de ziel. De hele menselijke ziel komt erin bloot te liggen. Luther zei dat men in de psalmen de heiligen in het hart kijkt. Ik hoop dat ook jij veel hebt aan de psalmen. We gaan vandaag verder met psalm 42. Met deze psalm beginnen we nu aan het tweede hoofddeel van het Bijbelboek Psalmen. Het tweede deel gaat in op de nood van de koning en het volk. De eerste twee psalmen van de tweede bundel gaan in op het thema hoop op God te midden van moeite. Verbonden met het tweede boek van de wet, Exodus, brengt het de verlossing uit Egypte in herinnering. Zo geeft psalm 42 profetisch het toekomstige lijden van het vrome overblijfsel van Israël tijdens de periode van de grote verdrukking weer. Toen Israël in het land Egypte was, verloste God ze eerst door bloed. Het bloed van het paaslam werd op de deurposten van de huizen gestreken. Door wie God geloofde. S'nachts kwam de doodsengel langs de huizen. En als er bloed was, stierf er niemand. Dit was verlossing door bloed. De tweede fase van verlossing was bij de Rode Zee. Er kwam een pad door de zee en Israël werd verlost van de Egyptische onderdrukking. Met eigen ogen hebben zij de macht van de heren mogen zien en ervaren. Psalm 42 vers 1 Voor de koorleider Een onderwijzing van de zonen van Korach het opschrift van deze psalm is in de grondtekst Mashiel, waarvan de betekenis niet helemaal duidelijk is. Er wordt wel een verband verondersteld met het werkwoord voor inzicht hebben. Dat betekent dat het een leerzame psalm is, een psalm van begrijpen. Mogelijk is dat de reden voor vertalingen als een onderwijzing. Maar wie zijn de zonen van Korach? Het gaat om afstammelingen van Korach, de achterkleinzoon van Levi, een van de stamhoofden van de drie geslachten van Levi. Je zult je misschien herinneren dat Korach een rebellie leidde in de periode van Israëls rondwalen in de woestijn. God doodde hem vanwege zijn rebellie tegen het gezag van Mozes en Aaron, maar zijn zonen werden gespaard. God maakte het heel duidelijk dat zijn zonen niet in Gods oordeel zouden omkomen. De zonen van Korach bleven volgens nummerie 26 vers 11 gespaard in het oordeel over Datan en Abiram. Datan en Abiram waren de twee leiders die met Korach samenspanden tegen Mozes en Aaron. En in feite het gezag van God in twijfel trokken. In Numeri 26, vers 58, worden de Korachieten als laatste van de families van Levi genoemd. Ze zijn in de dagen van David als zangers aangesteld in het heiligdom. Volgens 1-kronieken 9 en 26 zijn ze ook poortwachters. En in 2-kronieken 20, in de tijd van koning Josaphat, worden ze als zangers genoemd die de Heere, de God van Israël, uit volle borst met lofliederen prijzen. Dat zegt ook iets over de datering van Psalm 42. De Korachieten worden op verschillende manieren met het heiligdom in verband gebracht. Maar aangezien er na de Babylonische ballingschap geen verband meer gelegd wordt tussen de dienst in de tempel en de Korachieten, mag aangenomen worden dat deze psalm voor die ballingschap is ontstaan. Psalm 42, vers 2. Zoals een hart schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. David heeft een verlangen naar God dat zo sterk is dat hij het vergelijkt met het verlangen van een hart dat water nodig heeft. Zoals het leven van dat hert afhangt van het succes van de zoektocht naar water. Zeker in een tijd van droogte. Zo hangt zijn leven af van het positieve gevolg van de zoektocht naar God. Tenminste, dat is zijn ervaring. David heeft een geestelijke dorst. Wat een mooie beeldspraak. Maar is dat ook de manier waarop wij ons voelen over God? Is dat ook de manier waarop jij je voelt over God? Er zijn er die menen dat als je heel wettisch wordt en het tien geboden houdt, je God een plezier doet. Maar de mens is van God vervreemd. Hij heeft meer nodig dan de tien geboden. De tien geboden tonen ons dat we zondaars zijn en we in opstand zijn tegen God. We hebben geen verlangen naar Hem. We moeten daarom wedergeboren worden. We moeten in het gezin van God worden gebracht en naar de plek waar we kunnen zeggen, niet meer als een vers in de schrift, maar uit ons hart, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Psalmen 42, vers 3 tot en met 6. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. De beschrijving van het verlangen naar de Heer wordt steeds intenser. De dichter wil met de levende God een ontmoeting hebben. Hij worstelt met de afwezigheid van de Heer. Mensen vragen: Waar is uw God nu? Ondanks die vraag blijft de dichter hopen op een nieuwe ontmoeting met de Heer. Zijn verdriet is aanhoudend en zo groot dat hij vergeet te eten. Het wordt hier niet concreet gemaakt, maar kennelijk verkeert de dichter in een moeilijke situatie, waarin de hulp van de Heer noodzakelijk is, maar niet komt. De dichter berispt zichzelf vanwege zijn moedeloosheid. En moedigt zichzelf aan om op God te vertrouwen. Zijn hoop is namelijk verbonden met het wachten op de verlossing die de Heer heeft beloofd. De dichter vertrouwt erop dat hij opnieuw God zal loven in het Heiligdom. Het zijn woorden die weer terugkeren in vers 12 en Psalm 43, vers 5. Het is alsof het herhaald moet worden om de waarheid ervan te laten doordringen. Het zijn woorden die ook wij mogen zeggen wanneer we het moeilijk hebben, want ook wij mogen uitzien naar de verlossing die de Heer heeft beloofd. Psalm 42, versen 7 en 8. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. De dichter dwingt zichzelf aan de heren te denken en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte. Maar ook die herinneringen brengen geen verlichting. Psalm 42, vers 9 Maar de heren zal overdag zijn goedertierenheid gebieden, S'nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. De moeite is erg groot en daarom lijkt het in eerste instantie vreemd dat de dichter plotseling een belijdenis uitspreekt. Maar als deze woorden in het licht van de herinneringen worden geplaatst, dan is een belijdenis niet vreemd. Overdag was God dichtbij. Hij zegende met zijn goedheid en zelfs s'nachts bleek een loflied en een gebed verlichting te geven. Daarom kan de dichter de heren de God van zijn leven noemen. Psalm 42, versen 10 en 11. Ik zeg tegen God, Mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Door de onderdrukking van de vijand. Met een doodsteken in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, Waar is uw God? Maar als Zijn beledenis op waarheid berust, waar is de God van Zijn leven dan? Hij ervaart de verdrukking door Zijn vijanden als afwezigheid van God, alsof Hij door de Heer is vergeten. Toch blijft de dichter vasthouden aan Zijn beleidenis. God is Zijn rots, de basis van Zijn leven, Zijn toevlucht. Ook nu. Met deze uitspraak en de retorische vragen die volgen, vraagt de dichter de here om zich opnieuw als rots te openbaren. Psalm 42, vers 12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Opnieuw richt de dichter het woord weer tot zichzelf. De herinnering aan de here heeft de onrust in zijn hart niet weggenomen. Daarom is de aansporing om op God te vertrouwen hard nodig. Voel jij je af en toe ook zo? Ik ben er zeker van dat velen van ons dat doen. We gaan naar psalm 43. Daar gaat het over vertrouwen op God. De psalmen 42 en 43 mogen als één geheel gezien worden. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn goede argumenten voor. Ik noem er vier. Ten eerste, in een aantal Hebreeuwse handschriften zijn de beide psalmen één geheel. Ten tweede, psalm 43 heeft geen opschrift of titel. Iets wat in het tweede hoofddeel van het Bijbelboek psalmen uitzonderlijk is. Een derde argument is dat de beide psalmen door hetzelfde refrein worden verbonden. In Psalm 42, vers 6 en 12 en in 43, vers 5. Ten vierde vinden we in beide psalmen ontwikkeling in gedachten. Eerst is er sprake van herinnering, later van meer concrete hoop op herstel. De argumenten zijn sterk en het is dan ook de vraag waarom dit lied ooit in twee delen is opgesplitst. Een mogelijke reden is de tekst van de Septuaginta, die Psalm 43 wel een opschrift geeft. En mogelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de klacht in Psalm 42 en het gebed in Psalm 43. Psalm 43, versen 1 en 2. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? De dichter vraagt in de eerste plaats om recht. Nu hij de Heere als rechter heeft aangesproken. Vertrouwt de dichter wel op een goede afloop, maar daarmee is zijn klacht nog niet verdwenen. De manier waarop de dichter de Heer aanspreekt, doet denken aan de woorden van Psalm 42, versen 2, 9 en 10. Enerzijds spreekt er vertrouwen uit de manier waarop God wordt aangesproken, maar volgt ook weer een klacht. De klacht begint hier zelfs nog sterker dan in Psalm 42. De dichter voelt zich niet alleen door God vergeten, maar zelfs verstoten. Het is alsof hij bij de rechter klaagt, omdat die zijn zaak niet aanneemt, maar verwerpt. Psalm 43, vers 3. Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. De herhaalde klacht krijgt nu een heel ander vervolg. Eerder mijmerde de dichter over de verdrukking van de vijand. Nu heeft hij vertrouwen op een ingrijpen van de Heer. Als tegenhanger van het zwart van zijn kleding en het bedrog van zijn vijanden vraagt hij om het licht en de waarheid van de Heer. Daarin ligt de oplossing voor zijn ellende. En al vraagt de dichter om twee afzonderlijke eigenschappen van God, hij weet ook dat die eigenschappen niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn. En daarom doet hij op een omslachtige wijze een beroep op de persoon die deze eigenschappen bezit, op de Heere zelf, zijn God. Door om de eigenschappen te vragen, is het gebed minder dwingend. In het Nieuwe Testament is Jezus het licht en de waarheid. In Johannes 8, vers 12 staat, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Terug naar Psalm 43. De bede van de dichter is dus dat de Heer zijn licht en waarheid wil sturen om Hem te begeleiden. Waar wil Hij dan naartoe? De dichter wil naar de Berg Sion, waar de Tempel, het Huis van God staat. Psalm 43, vers 4. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God. Als de Heer dit gebed verhoort, zal de dichter weer komen tot het altaar van God. Dan staat niets zijn dankoffer en lofzang meer in de weg. Hij wil zijn dank tot uiting brengen met een offer en met een lied. Hier moet niet aan een priester gedacht worden, omdat er over het altaar gesproken wordt. Iedere Israëliet kwam bij het altaar om offers te brengen, al was het wel de priester die het offer dan op het altaar bracht. Psalm 43, vers 5: Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. De climax in dit vers geeft de woorden van het refrein dat al twee maal eerder klonk, een heel andere lading. Waar eerder nadruk lag op het neerbuigen van de ziel en de onrust, wordt hier door de voorgaande woorden de nadruk gelegd op de hoop op bevrijding. De laatste woorden hebben de dichter ervan overtuigd dat ellende een keer zal nemen. De Heere zal verlossen, zodat de dichter zijn God zonder belemmering de lof opnieuw zal kunnen toezingen. Ik wil op God vertrouwen, hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. In zijn leiden bidt de dichter van psalm 43 dat Gods leiding hem bij de plaats zal brengen waar God zelf woont. Als de dichter zich bij de Hermon bevond, dan is dat de plaats waar later, in de tijd van de Romeinen, Caesarea Philippi kwam te liggen en waar diverse heidense tempels werden uitgehakt in de rotswand. In die omgeving stelde de Heere Jezus de vraag wie de mensenzoon is. Petrus beleed toen dat Jezus de Christus de zoon van de levende God is. De benaming de levende God komt ook in psalm 42 vers 3 voor. Voor een christen is Gods aanwezigheid niet meer gebonden aan één enkele plaats, maar Hij is overal aanwezig, vooral waar Zijn gemeente samenkomt. Er kunnen weliswaar tijden zijn waarin een gelovige ervaart dat de Heer ver weg is. In zo'n tijden mogen ook wij zeggen, Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Cochement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.